was even schrikken. En ja, we zijn daar toch wel lang mee bezig geweest. Het is een ongeluk dat een fikse impact gehad heeft op ons allemaal. Zeker als bestuur, maar zeker ook op de mensen die gewond zijn geraakt. Naast de gewonden raakte ook het topstuk van de optocht zwaar beschadigd. Vandaag kwam de oude sjees terug van een flinke restauratie. Hij is weer thuis. Ook de restaurator kon goed zien dat het een flinke klap is geweest. Er is een hele impact voor nodig om die spaken er echt... Dit hout, die velg, die was helemaal in de lengte opgespalkt. Die was gewoon in tweeën. Dus het is een hele klap geweest. De sjees is weer tip-top en gelukkig maken ook de gewonden het weer goed. Ik heb vorige week Siem Bakker nog ontmoet en zijn vrouw Margot, die van die sjees afgevlogen zijn. En daar gaat het goed mee. Gewoon alle babbels weer. En Siem is weer vast van plan om de optocht te openen op de sjees. Precies, Bokkers, hè? De zitting. Die moet er weer op, hè? Ja, het is terug op het nest, hè? Het is thuiskomst en dat ziet er weer prachtig uit. En we hopen dat hij heel lang heel blijft. Op 30 juni rijdt de sjees weer mee tijdens de eerste optocht van het seizoen.